Soms als ik naar zo'n rij terug kan, dan kijk ik de kerk. Ja, glazen platen van boeddhistische dingen. En dat... Zo even kaartjes kopen. Dat een hele bekende platform. Dat is dat. En als je dan later doorloopt, dan kom je bij een ander platform en dan kan je van dat platform het beroemde platform zien. Snap je? En dan kun je het beroemde platform kan je van een andere platform zien. Het trappetje lijkt heel leuk van boven. You want one? Oh, I've got plenty already, thank you. Kijk, dit is een voorbeeld van een echte Sauvenoord foto voor zichzelf in de mobiele telefoon maken. Maar ik vind het leuk. Wat zijn dit nou voor dames? Dit zijn waarschijnlijk gewoon toeristen. Ja, dat... Kijk, ze lopen ook niet... Yeah.
Dus als je... Twee deze. Dit ben. Kijk, fantastisch. Ik heb kijken hoe laat het begint. Onbegrijpelijk. Maar zelf waarom is alle elektriciteit boven de grond? Bij aardbevingen kunnen die leidingen gekoppeld aan een geisha. Geisha kan meerdere micro's. Geisha. Sommige mensen vragen van ja, wat doet ze dan precies? Ze gaat naar een theehuis, daar zit, de klant is vaak al aanwezig. Er zijn meer. Dat gebeurt ook wel eens. Maar dan kan ik het zeg maar voor een prikje. Ja, niet een beetje opzij gaan. Oh, daar is somebody. Ja, en daar. Nou, komt iets aan. Oké, daar loop ik. Ja, maar ik denk dat die echter is. Dus. Dat moet dan, jouw weg. Ah, dat is een micro. Die dame die erbij... Deze? Die weet ik niet. Nee, die is ook nooit. Huh? Je loopt niet meer in het buitenland mee. Eigenlijk een excursie van de allerluxe reis die we hebben. En... So this is number